14 oktober aanstaande wordt er een toertocht georganiseerd voor brommobielrijders. Aan de telefoon heb ik Leendert van Gemeren. Leendert, goedemorgen. Goedemorgen, Otto. Hi, goedemorgen. Ik lees hier voor de derde keer de brommobiel toertocht in Hoevelaken. Hoe zit dat precies? Wij noemen dat in Hoevelaken de grote brommobiel toerrit. Dat doen we expres om de nadruk op te leggen dat het een groot feest is. Het is niet de allerlangste route, maar het is wel heel erg leuk. Met een brommobiel door het landschap waar Radio 1-land te bereiken is op de radio. Dat is een stukje het land wat het mooiste is. De Utrechtse Heuvelrug. Rond Hoevelaken, richting Nijkerk. Daar zijn al die mooie landerijen waar we met een brommobiel doorheen gaan rijden. En dit jaar wordt het de allergrootste toerrit. Want we hopen met 60 deelnemers van start te kunnen gaan. Maar wat is nou eigenlijk zo leuk aan het rijden van een brommobiel? Dat, ja, los van het feit dat het voor sommige mensen ook een verplicht vervoermiddel is. Nou, dat is het leuke. Een brommobiel gaat 1 maar 45. Ja. En dat is helemaal niet erg. Dat is juist leuk. Daardoor zie je meer van je omgeving. En het tweede, het leukste daarvan is, je bent niet op de snelweg. De snelweg is gewoon voor A naar B, klaar, werk, familie. Maar met een brommobiel op een landweg ben je in de open lucht, in de vrijheid, tussen de landerijen. En de mensen zien jou vaker en ze zien dat je een ander vervoermiddel hebt. Dus het raakt beter bekend. Je bereikt mensen die ook wel graag een brommobiel willen rijden, maar het niet durven. Daarvoor maak ik vaak praatjes in dorpen. In Achterveld sta ik ook wel eens gewoon stil in het zonnetje om een praatje te maken. Maar met de toerrit kunnen we laten zien dat het gewoon ontzettend leuk is om over het platteland je van A naar B te kunnen bewegen. Ook als het moet, als je bijvoorbeeld geen rijbewijs meer hebt, maar nog wel een AM-rijbewijs, kom je nog steeds van A naar B, maar op een veel leukere manier. Met dit weer, met deze omgeving, deze natuur, die mis je op de snelweg. Je rijdt zelf ook in een brommobiel. Is dat om een bepaalde reden of gewoon omdat je dat leuk vindt? Nou, ik had een rijbewijs in Engeland. Maar ja, Engeland, dat is een dingetje met links rijden. Ja. Toen kwam ik in Nederland en toen moest ik in Nederland afrijden en dat lukte niet. Toen kreeg ik mijn rijbewijs terug met AM. Zo werkt dat. Als je rijbewijs inlevert, krijg je meestal AM terug. En mag je wel in een brommobiel rijden of op een scooter. Maar ja, dan word je nat. Wanneer wordt dit georganiseerd in Hoevelaken? En hoe kunnen mensen zich opgeven of hoef je er niet voor op te geven? Ja, we willen graag wel weten wie er allemaal komen. Ook vanwege de inkoop en het eten en drinken. Op 14 oktober is in Hoevelaken een startpunt om 9:30 ochtends. En wil je weten waar het precies is, dan kijk je op kronkelroutes.nl. Ja, dat is de website kronkelroutes.nl. Daar staat alles nog eens beschreven, hoe laat, waar, wanneer. En, ja, in de agenda. Contactgegevens voor meer informatie. Ik hoop op veel animo die dag. Het wordt gehouden van 9:30 tot 3:00, zie ik. Klopt, ja. Ja, er is ook nog een afterparty. Oh, gezellig. Ik weet niet of je er zelf nog iets over kwijt wilt. Zie je ons rijden? Zwaai even. Dat is ook leuk. Ja, wij houden van de aandacht. Ja, dat begrijp ik. Hey, dankjewel voor je tijd. En ik hoop op fel aanwas 14 oktober in Hoevelaken. We gaan het zien. We hopen ook op mooi weer. Oké, dankjewel voor je tijd. Jij ook, Otto. Dank je. Hoi.